vaak wordt gedacht dat dit komt doordat mensen, omdat ze anoniem zijn, alles durven zeggen wat ze willen zeggen. En zomaar beginnen met schelden, omdat ze weten dat dit kan, zonder consequenties. Er wordt ook vaak gedacht dat het online medium het moeilijker maakt om duidelijk je boodschap over te brengen, omdat je geen gezichtsuitdrukkingen kan gebruiken. Maar wij vinden eigenlijk het tegenovergestelde. Wij vinden dat online vaak juist heel erg duidelijk is. En zo duidelijk dat iemand over kan komen alsof die ontremd is, zonder dat dat daadwerkelijk het geval is. Dat hangt af van het onderwerp van gesprek. Als je een lastige discussie voert over een onderwerp waar je over het oneens bent, zoals in ons onderzoek het geval was, is dat online lastiger en kan dat schade opleveren voor de relatie. Maar als je een discussie voert over een onderwerp waar je het perfect over eens bent, kan de online duidelijkheid juist positief uitpakken. Dan zeg je bijvoorbeeld, ik ben het er volledig mee eens. En daarnaast maakt de relatie met je gesprekspartner uit. Want als je een discussie voert met je moeder of je partner online, zou dat waarschijnlijk veel minder snel uit de hand lopen dan als je dat met een vreemde doet. Op basis van ons onderzoek zou ik zeggen dat je lastige discussies het beste mondeling kan bespreken in plaats van online. Maar als je het dan toch online wil doen, zou ik ervoor zorgen dat je duidelijk laat zien dat je op de ander reageert. Dus door je zinnen te beginnen met ja maar. Verder zou ik adviseren om je mening als mening te presenteren in plaats van als vaststaand feit. Dus door te zeggen, ik denk dat dat niet klopt in plaats van dat klopt niet.